Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag als het goed is. Ja, dat klopt. We hebben iets langer in bed gelegen dan normaal. Want we gaan vandaag richting Orlando toe. We gaan deze ochtend alleen nog eventjes wat eten, ergens ontbijten. En dan waarschijnlijk bij het zwembad liggen en dingen inpakken. We wilden in instantie ook nog naar het strand gaan. Maar dat is eigenlijk net even te veel van het goede. En we zijn dus nu wat langer blijven liggen. Omdat we om 12 uur volgens mij uit moeten checken. En ik zie er een beetje moe uit. En er is vannacht echt super raars gebeurd. Ik lig namelijk hier naast de telefoon. En vannacht ging de telefoon af. Echt knijterhard. Naast mijn oor natuurlijk. Dus dan was het nog extra hard ook. En het was om 4:30. En ik durfde niet op te nemen. Want ik vind dat soort dingen doodeng. En Fabian die nam dus op. Ze belde trouwens 2 keer. Toen was er een of andere vrouw aan de lijn. Die vroeg waar Rob was. En dat zij in de kamer hier tegenover zat. En het was echt heel raar. Toen hebben we allebei niet echt heel goed mee geslapen. Want je hoort wel eens van die horrorverhalen in van die hotels. Dus alles ging door ons hoofd heen. Dat was dus om 4:30. En toen ben ik nog even op mijn telefoon gegaan. En toen ben ik om 5 uur toch maar eventjes gaan slapen. Maar ik slaap toch niet echt lekker of zo. Echt alles ging door mijn hoofd. En ik had al op het balkon gecheckt of daar niemand stond en zo. Dat was echt heel debiel. Nou ja, dat dus. Dus ik heb niet zo heel goed geslapen meer dan. Maar we gaan nu eventjes opfrissen. En dan gaan we eventjes ontbijten. En het wordt waarschijnlijk weer de Burger King. Beetje eentonig, maar het is wel heel erg lekker. In Orlando ontbijten we misschien wel weer wat gevarieerder. Oh, in Orlando ontbijten we trouwens gewoon bij ons hotel. Als het goed is. Ik ben wel benieuwd naar het hotel. Of naar het hotel daar. En ook naar het ontbijt daar. Dus we gaan ons nu even klaarmaken. En dan gaan we richting de Burger King. We hebben het weer een soort van op. Die pancake krijg ik echt nooit op. En we hebben ook altijd veel te veel bakjes met syrup. En ik zal eventjes laten zien wat het kost aan jullie. Misschien is dat wel even leuk om te laten zien. Je betaalt voor die French toast $1. 2 keer pancakes $6. Een chaudrons $1,50. En een koffie $1. Dan kom je op $10 uit ongeveer. Nou, dat is op zich prima, want we zitten er allebei heel erg vol van. Fabi zit nog even lekker aan zijn koffie. We zitten nog even na te bespreken wat er nou vannacht eigenlijk gebeurd is. Dat was echt... bizar. Heel bizar. Ik herinner het me ook niet echt heel goed meer, omdat het in een soort slaaproes gebeurt. Ja, zeg maar, dus... als je heel diep slaapt en de telefoon gaat, dan neem je niet echt heel... Nee, zeker niet. Nee, heel zeg je dat? Actief en bewust op. Ja, bewust, ja. Onderbewust. En ik herinner me de helft niet meer wat ze zei en de andere helft kan ik ook gedroomd hebben. Ja. Ik heb daarna nog maar heel kort geslapen. Hè. Het was heel raar in ieder geval. Ja. Trek je dat aan? Nee. Hé, je hebt je shirt nog aan. Oh shit. Ik durf als eerste niet de kamer uit. Zo, ze hoeft niet schoon te maken. Mag ze vanmiddag doen. I think it's scary there. Het is nog echt heel vroeg en dat betekent ook dat het zwembad echt helemaal leeg is. Dat betekent ook dat er nog geen zon is hier, maar dat vinden we niet zo heel erg. En we hebben een plekje op de eerste rang. Nou hoef je sowieso niet te vechten om plekjes. We hebben wel eens filmpjes gezien op Facebook hoe mensen 's ochtends om 7 uur hun handdoekjes bij het zwembad leggen. In Turkije. Ach, maar dat zie je in ieder geval niet nodig. Laatste duik voor Fab. Dan gaan we over een half uurtje naar de hotelkamer om lekker op te ruimen en in te pakken. We gaan nu nog even in het water. M op. Yes, dan moeten we alweer gaan naar Orlando. Dat vind ik ook niet erg hoor, naar Orlando. Ik ook niet. We zijn terug op de hotelkamer en dat betekent dat het tijd is om de koffers in te pakken. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb mijn koffer hier al eventjes liggen en ik heb wat dingen ingepakt. En dan ga ik nu de laatste dingetjes een beetje bij doen. Ik nam gisteren heel braaf mijn eten mee bij de Olive Garden. Dat ga ik echt niet opeten. Je wil niet weten hoe dat nu op dit moment ruikt. Verder hebben we nu alles ingepakt. Dit is handbagage, dat neem ik zo mee. Bed is rommelig, maar ja, dat wordt allemaal weer opgeruimd. Dit is allemaal leeg. Het is leeg, laadje leeg. Kast is dicht, zit de tv normaal in. Dit zijn de boodschappen, die nemen we nog eventjes mee. En dan is dit, als het goed is, leeg. Je ziet al voor me dat hier nu ineens wat hangt. Dat je denkt, wat? Dit is leeg. En dan hebben we nog de badkamer. Laatste check. Alleen afval, handdoeken, koffiezetapparaat. Dat ben ik, hoi. Check, check, check. We zijn good to go. Dus, dan gaan we eventjes weer, dit vind ik zo leuk, hè, die knopjes. Alles in de auto doen en dan op naar Orlando. 3,5 uur rijden. En ik heb dit jurkje gisteren toch wel gekocht. Dus ik heb hem vandaag meteen aan. En dat betekent dat ik hem leuk vind. En ik heb weer deze schoentjes aan. Hallo. Kom maar naar boven, schat. Doegies. Laatste keer in de lift. Piep. Ja, dat gaan we niet missen. Piep. Piep. Ah, ik hoor Fabian de auto al starten. Niet weggaan. Ik dacht dat je wegging. Ja, zonder mij. En zonder juni. We gaan nu dus van Naples naar Orlando rijden. En zoals jullie zien is dat best wel een eindje. Het is als het goed is 3,5 uur rijden. We komen als we nu gaan rijden om 2:30 aan. En het is nu 11:50. Dus het is 3 uur rijden. Het is 3 uur rijden. Ja, oh. Maar je weet, dit is zonder verkeer. Hè? Want ik heb een TomTom zonder internet. Dus ik weet niet wat het met het verkeer doet. Nee, maar we gaan eerst in ieder geval nog even broodjes halen bij de Publix. Yes, yes. Voor onderweg. En dan gaan we rijden. En voordat we beginnen aan de 3 uur durende reis, hebben we lekker een broodje gehad bij de Daily. Of bij de Publix bedoel ik. Publix Daily heet het. En het is een broodje met salsalito, turkey, grab and go sandwich. En er zit van alles en nog wat op.
Het is in ieder geval dezelfde als die ik de voorgaande dagen ook heb genomen. En Fabian heeft roast beef. Lekker? Ja, ja. Is begonnen richting Orlando. Is het altijd druk. Ja. Maar ja, maar niet uit. We zijn toch al sowieso te vroeg. Ja, klopt. Mogen we pas om 3 uur inchecken? Ja, en als ze er nu naar uitzien komen, nog steeds om 14:35 aan. Ja. Hij ging er al een beetje rekening mee houden dat het zeg maar wat langer zou duren op de TomTom. Ja. Zien het dan? Komt goed. Wet and Wild. Kijk, daar wordt het gebouwd. Dat is het nieuwe. Oh, dat is Volcano Bay. Ja, dat is, kijk, daar, is die, daar wordt die vulkaan gebouwd. Cool. Volcano Bay. Zo leuk! Universal! Universal Studios! Oh shit! Maar we gaan de andere kant op. Yep, eerst naar het hotel. Oh, ik wilde zo geen. En hier is Wet n Wild. En wij gaan nu linksaf. En als het goed is, daar ons hotel al. Dus we zitten echt heel erg dichtbij. We hoeven praktisch alleen de straat over te steken. En dan staan we bij Wet n Wild. Maar we gaan eerst naar ons hotel. En dan naar Universal. Denk ik. Ja, denk het ook wel. En hier is ons hotel. En ik ben heel nieuwsgierig. Me too. Sunsoul. We hebben iets van $20 per nacht betaald. In totaal straks $25 inclusief ontbijt. Oh. Inclusief zwembad gebruik, parkeren. Als het goed is wifi dan, maar goed, dat zien we dan nog. Oeh, joe. We zijn net aangekomen in het hotel en dit is hoe het er nu uitziet. Nog netjes, hè, voordat we er een zwijnenstal van maken. Ja, ik voel mijn koffers uitpakken. Een lange spiegel, ja. Hou ik van. Deze lijkt wel groter, hey, dit bed. Echt? Ja, nee maar... joh, ben jij gek? Lijkt zo, hij is kleiner dan die king size die we in dingen zouden. Ja. En dan is hier een kast. Ta-ta-ta-ta. En dan is daar Fabian. Hallo. En een wasbakje. Is dit nou, is gewoon de keuken zeg maar, is toch? De keuken en de wasbak ook. Oh, de wasbak ook, want hier is geen, oké. Je poetst je tanden waar je het op weet, zeg maar. Nou ja, dit allemaal. Koelkastje daaronder. Fabian vindt het leuk om die boekjes altijd door te lezen. Staat vaak heel belangrijk. Is nooit iemand die daarin kijkt. Oké, Rochelle, hoe laat is het ontbijt dan? Om 7 uur. Ah ja, klopt. Maar. En hier is de badkamer en de douche. Geen bad, hè? Ik heb nog nooit gezien een badkamer zonder dinges. Zal ik dit eens even aandoen? Oh, nou, het ziet er wel goed uit. Ja, ze hebben alle zenders, dat vind ik belangrijker. Alle zenders. En als we dan naar buiten kijken, dan is daar parkeerplek voor de deur. Hadden we hiervoor betaald, Mop? Tot nu toe $19 per nacht. Deze koers is dat iets van 17,5 euro, 18 euro per nacht. En er komt nog $10 per nacht bij aan ontbijtkosten en servicekosten en parkeerkosten. Nou. Maar ja, bij elkaar is dat natuurlijk goedkoper als je thuis in je eigen huis zit. Dus, ja, ja, inderdaad. Waar zijn mijn stopcontacten? Waar zijn mijn stopcontacten? Zijn ze daar? Ja. Even, oh, hoe heet het ook alweer? Met John Williams. Oh man, ik krijg dat kastje niet meer terug. Ik doe het zo. Je moet zo. Ruggenbult gelijk. Als jij de koffers pakt, krijg je $1 van me. Ja, is goed. Oh, wacht. Kom er maar mee. $2, hè? Quick.
Ja, stop het in de bank. Stop ze in de pot. Van mijn creditcard af en in het de pot. Dat eigenlijk is eigenlijk 1,99. We hebben een cent winst gemaakt op Olive Garden. We hebben 1 cent winst gemaakt, want hij zei...